zijn we weer bij een nieuwe Filmcoach Freek. Tijd om jullie een kijkje te geven achter de schermen bij ons YouTube kanaal en het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. 3, 2, 1 en actie! Afgelopen week ging de film Vreemde Verhalen in première op ons YouTube kanaal. Ja, en natuurlijk hebben jullie die film al lang gezien omdat je abonnee bent en omdat je het belletje hebt aangezet. Maar mocht je hem nou nog niet hebben gezien, dat kan natuurlijk een keer gebeuren, check hem dan even snel. Heel erg bedankt voor al jullie leuke reacties op deze video. Zo hebben we bijvoorbeeld een reactie gekregen van Lopke Simons en die zegt: je ziet de wc-rollen nog. Wc-rollen? Waar? Hier. Oh no! Dat is inderdaad niet zo netjes, maar ja, we nemen alle films op in 3 uur tijd. En dan kan het natuurlijk zijn dat er een keer wat misgaat. Jullie nemen in 3 uur tijd een film op. Dat is echt knap. Dan nog een reactie van Salma El Yousfi. Ja, een mooie naam trouwens. En die zegt: ik wil later bij UNICEF gaan werken. Nou, Salma, supercool. Bilal Vlogs, die zegt: ik heb alle afleveringen van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival in 1 dag gekeken. Maar dat zijn er gewoon meer dan 600. Dat is echt veel. Heb jij eigenlijk al alle films gekeken? Nee? Nog niet? Nou, dat moet je zeker even doen, want je leert er natuurlijk wat van over kinderrechten, maar de films zijn ook gewoon allemaal superleuk. Ja, en niet te vergeten, het is ook vakantie, hè? Dus je hebt ook heel veel tijd om onze films te kijken. Leuk! De laatste reactie die ik even met jullie door wil nemen is een vraag van Rita Lucas, een hele leuke vraag trouwens, die zegt: heb je wel eens een keer een verkeerde tekst aan iemand gegeven? Nou, nee, mij is dat nog nooit gebeurd en volgens mijn filmcoach Jeroen ook niet. Ik heb je laatst in het bos zien staan. Filmcoach Philip ook niet. Filmcoach. Maar het gebeurt natuurlijk wel dat kinderen bijvoorbeeld een tekst vergeten of een hele andere tekst zeggen dat je dacht, dat was helemaal niet de bedoeling. En dat noem je dan een blooper en die zitten altijd aan het eind van de films. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ben je helemaal zat, jij? Kom jongens, laten we even gaan kijken. Ik ga even, wat moet ik over je zeggen? Informerica. Ja, dat is de titel van de film die komende donderdag in première gaat op ons YouTube kanaal. En filmcoach Jeroen was laatst bij die school om daar de film op te nemen. En hoe ging dat er eigenlijk aan toe? We staan hier nu op de filmset en het is echt serieus levensgevaarlijk, zien we dat? Echt levensgevaarlijk. Ja, zijn... Hebben jullie de scène overleefd? Ja. Heb jij de scène overleefd? Nee. Wat is er met je gebeurd dan? Ik ben ontploft. Ontploft? Hoe gaat dat eruit zien in de film dan? Ik kan me voorstellen dat je wel benieuwd bent hoe deze film zou gaan. Dus daarom speciaal voor jullie hier de trailer van de film. En wij houden van kinderen. Dat klopt niet. Dat kan niet echt zijn. Woehoe! Ik zwem in het geld! Ho jongens! Hasta la vista, baby. Je weet zelf. She's on my nipple prison. Infomerica. Infomerica. Ja, dat is best wel weer een spannende... Wat wil je zeggen, Jeroen? We willen jullie namelijk eens toewensen. Wat wensen we hen toe? Gelukkig nieuwjaar! Jullie natuurlijk ook een heel gelukkig nieuwjaar. En ja, in 2019 hebben we weer heel veel leuke plannen. Dus zorg dat je erbij blijft. En zorg dat je blijft kijken, want dan mis je in ieder geval helemaal niks. Tot het nieuwe jaar, of in ieder geval dus tot donderdag bij een nieuwe kinderrechtenfilm. Of tot volgende week maandag bij een nieuwe Filmcoach Freek. Doei!